Als het vanavond wint van Zwolle, dan gaat het kleine RBC naar de Eredivisie. Tot zo. SBS 6 Sport. Cambuur degradeert, het verlies van Excelsior in de extra tijd. RBC kan vanavond de promotie afdwingen en de opdracht is eigenlijk simpel. Het moet winnen van Zwolle, maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. We gaan over naar Roosendaal, naar Leo Oldenburger. Blijft RBC de derde betaalde club in Nederland die nog nooit in de Eredivisie heeft gespeeld? Of zwaaien de Roosendaalers Emmen en Top Os lachend uit en maken ze inderdaad de verrassende grote sprong voorwaarts? Voor FC Zwolle is dit vanavond echt de laatste kans. Het Sportpark Luiten dat compleet is uitverkocht. Zwolle. Er blijven wel veel mensen. Dit is Wijnands. Bosgaard, Wijnands loopt door. Bosgaard heeft het gezien, Kalis moet meerennen. Wijnands. En nou met links uithalen en bal op de paal. Het was niet voor het eerst dat Wijnands de paal raakt in deze na-competitie. Nu weer. Ging goed door Robert Wijnands. We hebben wel met Gijs Kalis te hebben gewonnen. De lichaamsschijnbeweging waardoor hij helm ons kwijtraakte. En weer Wijnands op de paal. Derksen, Bosgaard. Van Steeg, Derksen. Goed, nu naar binnen. Dirk-Jan Derksen. Het wordt geblokt door Helmond. Maar voor de tweede keer in een minuutje tijd. Zwolle in de 16 van RBC gevallen. Levert Zwolle nog wel een corner op. Getrapt door Henk van Steeg. Laag voor. Losse kan er niet bij komen. Dit is van Loenhout. Opgevangen door Wijnands. Zwolle houdt dus de druk staande. Zwabberbal in de handen van Dijkstra. Wijnands heeft gehoord op slot. Wurmt zich langs Kalis. Maar vindt vervolgens geen medespeler. Roelofsen. Slot. Van Steeg leidt uit. Vandaar van Helmond voor RBC. Stassin tekort. Inleveren bij Van Steeg die nu weg mag. Henk van Steeg speelt aan die linkerkant omdat Toetero geblesseerd is. Dit is Slot en die moet scoren en doet dat. Arne Slot scoort in de 13e minuut. Zijn er niet veel die meegereisd zijn uit Zwolle. Maar zij hebben reden tot enige tevredenheid. Maar de fout van Stassin komt van Steeg door. En ook Slot onopgemerkt gebleven door alles en iedereen. In de uiterste hoek, vandaar niet Siep Dijkstra, wel 1-0. Slot. Nou, Van Steeg. In het midden Bosgaard. Bosgaard nu. Ja, net over. Slot. Bosgaard. Geen buitenspel. Brunswijk stopte weliswaar. En dan is het Helmonds die de bal weg kan tikken. Helmonds goed in de 34e minuut. Brunswijk naar Rodon. Dit is van Helmond. Vierkens van Loenhout en Kalis. Een dubbele dekking met Wijnands en Bosgaard. Terug naar Marcel van Helmond. Van Helmond gaat al mooi theatraal liggen. Verdient wel de vrije trap met de overtreding van Bosgaard. Voetballend liep het tot nu niet met RBC Roosendaal. Het zal wellicht toch de zenuwen zijn geweest. De standaard situatie dan met Damien Hertog en Timmer heeft het. Maar eigenlijk hebben we Timmer nog niet vaak vallend met ballen al op de grond gezien. Dat zegt veel. Brunswijk gooit op Rodon. Terug naar Brunswijk. Nu het vervolg. Van Galen daar komt, of zou in ieder geval van Helmond moeten komen. Van der Haar raakt die bal wel, maar echt weg krijgt hij niet. Hier is Kalis. Van Galen met het schot. En Timmer. Met een goede redding nog. Het was druk voor zijn neus. Het
Nog een bal van Wijnands richting Van Steeg. Brunswijk terug, kan dat? Daar is Derksen. En dat is in eerste instantie een aardige beweging. Maar in tweede instantie krijgt hij de bal niet mee. Het foute terugspelballetje van Marvin Brunswijk. De kans voor Derksen. Kalus. Een duel met Robert Wijnands. Rodon. Van Loenhout. En dan Van Galen. Dat is het druk, dat is het vol. Er zijn mensen die vechten om de bal, namelijk de Ridder. Kalus. Tegenover Bos gaat nu. Daar is hij langs. En dan Timmer, half en... Ja, Van Helmond loopt die bal per ongeluk binnen, maar hij wordt afgekeurd voor Hens. Timmer zat mis. En Van Helmond krijgt hem tegen zijn hand aan. En daardoor gaat het feest, dat sommige mensen nog steeds aan het vieren zijn, niet door. Maar Timmink loopt nu even naar de grensrechter waar Van Helmond verhaal wenste te halen. Maar Van Helmond heeft dus zijn hand gebruikt. De bal komt voor van Gijs Kalers. Timmer zit daar mis. En achter Van Helmond krijgt hem inderdaad op zijn linkerarm. En dus blijft het 1-0 voor Zwolle. Tim gaat even kijken bij deze grensrechter die nadat hij de bal van Helmond heeft afgekeurd, wordt bekogeld en Timmink gaat nu met het hele spul naar binnen. Omdat de grensrechter dus een aantal dingen naar zijn hoofd kreeg gegooid. De grensrechter die de vlag omhoog stak naar die bal van Helmond, die niet werd geteld als treffer. En Maaskant verzoekt het publiek om niks meer te gooien. Temmink is weer op het veld. Die is er dus niet echt af geweest. En we kunnen dus weer verder met de wedstrijd. Sliding van Brunswijk is een goeie. Dit is Remco Heertjes naar Rodon. Rodon van Loenhout niet. Het verdedigen is van Remco Schol. Goed meegelopen met John van Loenhout. Rodon en Van Gaal. Van Gaal terug naar Rodon. Geen buitenspel. Hoewel hij zelf ook meer oog had voor de grensrechter dan voor de bal. Rodon naar Kalus. En Hierkens komt. En daar Van Gaal. Dat is wel heel hard voorlangs. Derksen. Slot. Terug naar Derksen. Eerder. Het kan ons nog. Derksen tegenover Helmonds. Dit is de Ridder. En hier Arne Slot. Van Steeg. De Ridder. Doorloop is er van de Haar. Van Steeg zocht hem ook, maar vond Van Helmond. Hierkens. Van Galen. Van Galen. En Timmer met moeite. Maar hij heeft hem wel. Hertog, Hierkens en dan Van Steeg. En dat was zeker niet de bedoeling van Hierkens. Van der Haar. Achterin Derksen, geen buitenspel. Dirk-Jan Derksen voor de beslissing. Maar hij komt niet langs Sebastian Stassin. Sterk verdedigd. Van Steeg. Slot. Schaduw door Brunswijk. Die wil nog wel eens wat wild inkomen, zoals ook hier. Maar dit mag door. Was er wat aan de hand? Ja, Brunswijk speelt daar alleen maar de voeten van Slot. Gijs Kalers naar de kant. Hij wordt vervangen door Jurgen Roeken in een fase waar er meer gewisseld is. Abonnees is gekomen voor Derksen. En Verberne kwam voor Stassen. Hertog. Hierkens. Veel mensen rond de 16. Dus hoe kom je daar doorheen? Dit is Van Helmond. Tegenover Van der Haar. Bal daalt. Maar niet op het hoofd van Hertog. Wel op het hoofd van Sinkgraven voor een volgende corner van RBC. Rodon daar bij de eerste paal. Corner van Helmond. Timmer kan niet weg. Daar komt Verberne en die komt net naast.
de invaller. Met de kans op een later gelijkmaker. Brunswijk. Op Dijkstra. Van Helmond voor het doorkoppen op Redam. Veel door Singraven en door Van der Haar. Dit is Boekweg. Die glipt langs Damien Hertog. Abonnees wil hem hebben. Die krijgt hem dan ook. Abonnees kan het afmaken. Abonnees kan het afmaken. Doet dat niet. Loopt op Dijkstra. En dan gaat de bal op de stip. Dan wordt het een strafschop voor FC Zwolle. Abonnees op Siep Dijkstra af. Daar is hij langs. Ja, Dijkstra gaat alleen maar liggen. Waar Abonnees heel handig overheen valt. Boekweg faalt doorgaans niet van 11 meter. Nu ook niet. Hoewel Dijkstra de juiste hoek had, goed ingefluisterd, maakt Boekweg het goed af. En dat betekent dat deze nacompetitiegroep tot op de allerlaatste dag spannend blijft. Ja, want RBC promoveert vandaag in ieder geval nog niet. Het blijft overigens wel koploper in Pool B. En na afloop sprak Hans Kraaij junior met trainer Robert Maaskant van RBC. En Hans vroeg zich af of de druk misschien toch te groot was. Ja, bij mezelf viel dat reuze mee, omdat ik op het moment dat je naar de wedstrijd toe gaat, weet je dat je er alles aan gedaan hebt. En ik wist ook van tevoren dat Zwolle toch wel favoriet was voor vandaag. Omdat ze gewoon de iets betere ploeg hebben. De spelers daarentegen, daar zag je heel duidelijk van dat die erg gespannen waren. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, nee, maar dan hoop je dat ze boven zichzelf uitstijgen met het publiek erachter. Maar dan blijkt in de eerste helft inderdaad dat die angst verlammend werkte. Wat heb jij in de rust gezegd? Want niet om denigreren te doen, maar de eerste helft was gewoon slecht van jullie kant. Veel te veel spanning, Stassin en Van Loen had ook niet helemaal in zijn allerbeste doen. Wat heb je in de rust tegen de jongens gezegd? Want ze kwamen als een totaal andere ploeg die kleedkamer uit. Ja, nou, ik heb in de rust gewoon aangegeven dat ze alles van zich af moeten gooien. We staan toch al achter. En misschien iets minder voetballen? Meer knokken? Nou, in ieder geval heel veel strijd gaan leveren. En eigenlijk waar ik het op gegooid heb is probeer die mensen achter je te krijgen. Probeer het publiek te vermaken. Want wij mogen verliezen. Dan hebben we zaterdag nog steeds de beste papieren. Ja, en dan moeten we maar kijken waar het strand. Toen jullie in de bus vertrokken van Zwolle naar Roosendaal. Voor hoeveel procent was er nog geloof in promotie? Nou, er was bij ons allemaal nog enorm veel geloof erin, moet ik eerlijk zeggen. Ik kom dat in procent uit te drukken. Ik denk ik toch wel dat wij er nog wel voor 80-90% in geloofden. Kan je geloven dat ik dat niet geloof? Nee, ik kan het me niet voorstellen. Want, ja, ik geloof het niet, maar we hebben wel vaker twee wedstrijden achter elkaar gewonnen. En ik denk dat als we volgende week ook winnen, dat we een heel eind komen. Jullie hebben de eerste helft op totodivisieniveau, vind ik, voetballes gegeven. Uitstekend gespeeld. De tweede helft zijn jullie eigenlijk weggepoetst. Weggeknokt. Ben je dat eens? Ben je het daarmee eens? Nou, echt. Echt weggepoetst is denk ik te veel gezegd, maar ik denk wel dat we... Twee keer over de middenlijn geweest, tweede helft. Ja, maar wel een paar keer heel gevaarlijk over de middenlijn geweest, denk ik. Maar inderdaad, RBC is de tweede helft ietsje beter, maar ja, 2-0 overwinning, dat kan niet mooi, denk ik. Je hebt twee wedstrijden achter elkaar op de bank gezeten. Dan plegen spelers meestal weinig zelfkritiek te hebben en de schuld aan de trainer te geven. Wie had er gelijk, Dwight Lodewegers of jij? Ik denk dat ik vandaag wel bewezen heb wie er gelijk had. Ja, maar kan je, Dwight Lodewegers, kan je daarmee leven dat jij op de bank gezeten hebt? Nee, kan ik niet meer leven. Ik kon me ook absoluut niet voorstellen. Ik was er absoluut niet mee oneens, maar een trainer besliste. Maar ik heb denk ik vandaag bewezen dat hij dat absoluut niet nog een keer moet doen. Arne Slot en Hans Kraaij junior. Voor de volledigheid kijken we nog even naar de stand in Pool B. Daar staat het. RBC blijft op 8 punten. Zwolle en Excelsior komen tot op 1 punt van de ploeg uit Roosendaal. En dus wordt het aanstaande zaterdag, de laatste speeldag, reuze spannend. Het is compleet open. Excelsior speelt tegen RBC en Zwolle ontvangt Cambuur Leeuwarden. En Cambuur heeft dat sterretje daar en dat betekent dus weinig goeds. En nu we het toch over Leeuwarden hebben, het is nog steeds heel...